De eerste zaak is meteen een hele heftige. Een gewapende overval in Waalwijk op zaterdag 14 september, iets na tweeën. Het gebeurde hier, bij deze telefoonwinkel in de Stationstraat. En voorbijgangers kregen al heel snel in de gaten dat het helemaal misging bij die winkel. En heel alert, er werd meteen met telefoons gefilmd. Kijk even mee naar deze heftige beelden. Binnen zien we niet alleen de overvallers tekeer gaan, we horen het ook. Met een geweld van heb ik jou daar. Vitrines worden ingeslagen en er wordt geschreeuwd. Dan waren er hele dappere omstanders. Ze proberen de daders binnen te houden totdat de politie komt. Met kracht houden ze de toegangsdeur dicht. Even weten de daders niet wat ze overkomt. Ze proberen de deur open te trekken, maar dat lukt niet. En dan, met een hamer, slaan ze de ruit in. En zo weten ze toch weg te komen. Nog bijna pootje gehaakt, op het nippertje weten ze toch weg te komen. Er zijn heel veel omstanders. En in de paniek en chaos rennen ze met een rotgang de Stationstraat door. En even verderop hebben ze een motorscooter klaarstaan. Op verschillende momenten pikken camera's in Waalwijk de overvallers op als ze met hun motorscooter langs scheuren. Onder meer in de Kerkstraat, achtervolgd door de politie. Meerdere eenheden gaan achter ze aan. Die weten ze een aardig eind te volgen. Zo weten we dat de overvallers vanuit Loon op Zand uiteindelijk op de parallelweg langs de Midden-Brabantweg uitkomen. Langs deze weg racen ze richting Tilburg en weten ze uit handen van de politie te blijven. Maar waar ze waarschijnlijk geen rekening mee hielden, is dat er meer camera's zijn die de daders hebben geregistreerd. En dit is interessant, want het zijn beelden van voor de overval. Waarschijnlijk zijn ze hier de overval aan het voorbereiden. Daarom vermoeden we vrij zeker dat de daders uit Tilburg komen. Hier rijden ze in de wijk Tilburg-Noord, eerst met z'n tweeën. Verderop wordt de bijrijder afgezet. Even later zien we weer de scooter, vlak langs de camera. We zetten hem even stil. Nu is de scooter goed te zien. Weer wat later rijdt een van de overvallers nog steeds door de wijk. Een van de camera's die dat vastlegt registreert ook geluid. Misschien dat het iemand iets zegt. De scooter in Waalwijk komt overeen met de scooter in Tilburg. Daarom denkt de politie dat de daders in Tilburg de overval voorbereiden om die later in Waalwijk uit te voeren. Volop beelden dus van de vluchtende daders. En uiteraard hebben we ook veel sporenonderzoek gedaan. Maar we hopen echt dat er mensen zijn die misschien een vermoeden krijgen bij wie de mannen op de beelden zouden kunnen zijn. Ze gingen ontzettend tekeer in de winkel. Niet alleen sloegen ze de boel zo'n beetje kort en klein, ze waren ook erg gewelddadig. Zo spoorde een van de overvallers zijn maat aan om te schieten als de medewerkers niet zouden zeggen waar de kluis was. Gelukkig is dat niet gebeurd. Maar het zegt iets over waar ze toe in staat lijken te zijn. Des te belangrijker dat ze snel gevonden worden. Help ons daarbij. Van een van de daders is een redelijk signalement. Het is een lichtgetinte jongen van een jaar of 16 tot 20. Golvend, krullend zwart haar, donkere ogen in een slank gezicht. Ze droegen allebei zwarte kleding en spraken onderling in straattaal. Veel beelden, een signalement en veel getuigen. Een gewelddadige overval op klaarlichte dag. Als je ook maar het kleinste vermoeden hebt, neem dan contact met ons op. Zoveel geweld, midden op de dag, met tientallen mensen die in de buurt van de winkel waren. Levensgevaarlijk. Toch waren er dappere omstanders die probeerden de daders tegen te houden. Dat lukt net niet. Bekijk alle beelden van deze grove overval nog eens via onze online kanalen. En laat van je horen als je denkt iets te weten dat kan helpen de daders te vinden. Geef je tips door via 0800 60 70.